Mag ik even reageren op twee pagina's in de Volkskrant? Ja. Ja. Dat zit me namelijk behoorlijk dwars. Ik zie het ook aan. Ja, dat is niet goed. Kijk, die Willem Vissers, die is niet mijn favoriete columnist, maar onlangs had hij een columnpje. En toen nuanceerde en bagatelliseerde hij eigenlijk de wereldruil om die kus. Ja. Die man die was in zijn euforie wat overmoedig. Die kuste iemand op de mond. Volledig ongepast. Maar dat was niet zozeer meteen in de vorm van grensoverschrijdend gedrag. Want hij deed het niet stiekem in de kleedkamer. Maar hij deed het gewoon voor de hele wereld. Die zag het. Hè? Dus het is niet goed te praten. Maar, en hij had zijn excuses aan moeten bieden. Maar de rel die nu ontstaat. Alle mensen die willen deugen, die duikelen eroverheen. En de Volkskrant is natuurlijk een krant waar heel veel mensen bij zitten die ontzettend willen deugen. En nu hadden ze dus, omdat Wim Vissers kreeg veel ingezonden brieven over zijn column, terwijl dat een keurige column was, nu hebben ze vandaag aan een zekere Martine Fransen, een hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Tilburg, twee pagina's gegeven om haar onderbuikgevoelens de vrije loop te geven. En ik dacht, omdat jij van de week nogal succesvol was met het citeren van Martin Meiland met zijn neukpartijen op parkeerterreinen, dat ik wat uit de Volkskrant kan, citeren. Hè? Voor het WK ben je voetballer. Hiervoor hebben alle speelsters jarenlang systematische discriminatie, intimidatie en vernedering ingeslikt. Ook Jenny Hermosa. Wie gunde de Spaanse spelers de WK-winst niet? Niemand gunde de bondscoach, Vilda, en al helemaal niet de corrupte Spaanse macho-voorzitter. Iedere advocaat zit nou op het puntje van zijn stoel. Ze kan die man wel een geweldige lul vinden, maar ze noemt hem corrupt. Hmm. Kwalijk. Maar in het voetbal heb je als vrouwelijke speler, het is niet te geloven wat ze er allemaal uitpoept, eenmaal altijd en overal met zo'n machtbeluste trainer of bestuurder die even aan je zit, terwijl dat niet nodig is. Met wie je beslist niet alleen in de bestuurskamer of kleedkamer terecht moet komen, omdat je dan niet weet of je veilig bent en of je niet betast zult worden, of er geen vervelende opmerkingen over je borsten of je leuke gezichtje gemaakt worden, of een dikpik over je WhatsApp krijgt door een vent die de macht over je heeft, jou betaalt, jou kan selecteren voor het WK of niet. Ik vind het wel ver gaan, hoor. En dan tot slot heeft ze ook nog Martine heeft er wel de tijd voor genomen, als ik het zo hoor. Nou, ik zat het te lezen, ik wist niet wat ik las. Mm. Kijk, dat mens heeft allerlei vooroordelen en die poept dat uit en die generaliseert. De hele voetballerij staat bol van de machtswellustelingen en seksisten. Nou, en? Dat lijkt me ook weer overdreven, hoor. Ja? Maar ze komen wel voor, toch, in die wereld? Het was geen gezellige kus uit vriendschap. Die kus was het resultaat en de poging tot bekrachtiging van eeuwenlange vrouwenhaat en vrouwenonderdrukking. Van een paragraaf dat met de kus zei, en moet deze onderdrukking gaan we nog even door. Precies op het moment dat het Spaanse vrouwenvoetbal de doorbraak bereikte die de Nederlandse vrouwen in 2017 hadden bereikt, zei de Spaanse bondsvoorzitter niet met woorden, maar erger, met een vernederend ziek gebaar, doorbraak, dacht je dat? Het is in mijn handen, want ik doe wat ik wil. Met jouw lijf, met jouw feest, met jouw prestatie. Denk vooral niet dat je hier gewonnen hebt. Je hebt misschien een gouden medaille, maar ik heb de macht. Nou ja, ik vind het een onzin, zeg. Maar die Volkskrant publiceert dat graag. Want die hebben natuurlijk heel veel acties gehad van de woonbeweging, dat Wim het een beetje nuanceerde. En dan geven ze zo'n trut, die geven ze gewoon twee pagina's de ruimte om uit te huilen. Die mevrouw die dit schrijft, dat is een hoogleraar aan de universiteit in Tilburg. Ja. Die geeft alle studenten dit soort hersenspoelingen. Ja. Die komen er als woke-figuren van af. Ja. En het wordt steeds gekker, die woke-wolk. Ja. Nou, hoe kijk jij eigenlijk naar Pieter als macho man uit het leger? Even, nou, ik heb niets wetenschappelijk in dit stuk kunnen ontdekken. Pieter, hoor. De macho-wereld van het leger. Hoe kijk jij hiernaar? We hebben geen macho situatie in het leger. Wij kijken daar met gezond verstand en pragmatisch naar. En ik zie vrouwenvoetbal als een andere sport als mannenvoetbal. Ik kan er zeer van genieten. En wat ik net zei, Femke Bol rechtsbuiten. En we lopen iedere verdediging suf. Ik vind het er veel gezeurd wordt over een man die gewoon niet goed bij zijn hoofd is. Punt. Ja. Ja.